En hij komt de aanloop alsof hij gewoon een of andere vrije trap of penalty wou nemen met voetballen. En de bal was dan baby's hoofd in dit geval. Ik hou van je, baby. Ik hou er niet van als ik word opgepakt in het buitenland, natuurlijk niet. En de Spaanse politie is ook niet even aardig. Lloret de Mar, feeststad aan de Spaanse Costa Brava. Jaarlijks trekken duizenden jongeren hier in de zomer naartoe en veranderen de badplaats in een regelrecht zuidparadijs, waar je na een hele dag relax op het strand nog tot in de late uurtjes door kunt gaan. De feeststad kent echter ook een keerzijde. In de nacht zorgen vakantiegangers vaak voor overlast. De politie heeft elk jaar haar handen vol aan de veelal jonge toeristen die na het uitgaan ruzie zoeken met elkaar. Elk weekend is het wel raak. De afgelopen jaren escaleert het geweld en vallen er zelfs dodelijke slachtoffers te betreuren. Na een Italiaanse toerist overlijdt er afgelopen zomer ook een Nederlander na een avondje stappen in Lloret. Het is de 21-jarige Davy de Koster. Een aantal maanden na zijn dood nemen de moeder en zus van Davy contact op met John. Ze zitten nog met veel vragen over wat er precies gebeurd is met hun geliefde kind en broer. Hoe is dat voor jullie om dagelijks te moeten leven met de gedachte dat hij hier niet meer is? Ja. Voor mij heel moeilijk. Ja. Je denkt er elke dag aan. Elk moment van de dag eigenlijk met alles wat je doet. Ja, als je iets leuks gaat doen, dan denk je, was hij er maar bij en... Is het nog wel leuk om iets te gaan doen? Het is niet meer compleet. Nee. Hoe kom je de dagen door nu? Moeilijk. Ja. Wat vind je het moeilijkste? Dat hij er niet meer is. En de confrontatie constant met zijn foto's en dergelijke. Maar hij hoort erbij. Ja. Dan moet ik me aan wennen. Ik wil ook niet zonder die foto's. Ja, want dat kan ik me heel goed voorstellen. Heel confronterend als je zijn pet ziet en zijn foto en dergelijke. Maar geeft dat sommige momenten ook nog troost? Jawel, ook wel, ja. Ja, je bent blij dat je het hebt. Ja. Zoals zijn pet, zijn foto's inderdaad. David was altijd met pet. Ja. Dus die pet, die hoort hier gewoon. Ja. Het is een weerhaag, die krijg je er niet zomaar uit. Oh god. Dat is dan maar te moe. Davy groeit op in een groot gezin. Anita krijgt 5 kinderen. Ze hebben het fijn met elkaar... totdat vader Armando overlijdt. Davy heeft moeite met het verwerken van dit verlies. Wat was het voor een jongen? Een rustige jongen. Mm-hmm. Ja. Eigenlijk van kind af aan al. Rustiger geworden na het overlijden van zijn vader. Teruggetrokken. Heel erg, hè, Em? Ja. De laatste tijd veranderde dat wel. Toen is hij gaan werken. Veel meer naar het gezin toe. Was veel meer met ons aan het praten, wilde veel meer dingen samen doen. Hield hij van uitgaan? Dat vond hij ook wel leuk, ja. Met vrienden lekker hier in Haarlem de kroeg in? Ja hoor, niet elk weekend, maar regelmatig. Of ook bij vrienden thuis zitten of andersom, dat ze hier een borrel dronken of daar. Of gewoon gezellig samen zijn met zijn vrienden, vond hij heerlijk, ja.
En was jouw band met hem? Ja, we deden veel samen de laatste tijd. Dan gingen we een dagje naar de dierentuin. Dan gingen we naar Amsterdam, Hoofddorp, shoppen. We deden alles samen tegenwoordig. Ik, met D, mijn zus, kleine broertje. We waren elk weekend eigenlijk wel op pad tegenwoordig. Hè? Ja, ja. Dat was hartstikke leuk. Dus dat werd alleen maar beter en sterker. We konden goed praten met elkaar. En dat, ja, dat mis je nu gewoon. Na de middelbare school gaat Davy aan de slag bij een sloopbedrijf. Het is hard werken, maar ondertussen hebben ze veel pret. Lekker dag. In de zomer van 2019 heeft hij genoeg gespaard om eindelijk weer eens op vakantie te gaan. Het jongste broertje Nino die had al geboekt met wat vrienden. En op het laatste moment zat hij te twijfelen, zou ik ook gaan. Ik heb ook wel weer zin in een vakantie na 5 jaar. Hij was 5 jaar niet op vakantie geweest? Hij was 5 jaar niet op vakantie geweest, nee. En ja, nu dacht hij, ja, ik werk fulltime. Waarom zou ik het niet doen? Lekker op vakantie met iedereen, met alle jongens. Dus ja, een paar weken daarvoor had hij toch maar bijgeboekt. Hm. Ja. En hij was zo blij. Ja? Hij was heel blij. Ik heb hem echt in tijden niet zo gelukkig gezien. Nee, hij had het er elke dag over. Bijna op vakantie. Ja. Ja. Davy en zijn vrienden hebben het heerlijk aan de Costa Brava. Ze genieten van het strand en duiken 's avonds het nachtleven van Joret in. Op de tweede avond gaat het mis. De vrienden hebben gefeest en gedronken in Club Bumpers. Een club waar alleen maar Nederlanders komen. Na sluitingstijd krijgen ze het aan de stok met een andere groep vakantiegangers. Er ontstaat een woordenwisseling. En de vrienden verliezen elkaar en ook Davy uit het oog. Als ze de volgende ochtend wakker worden in het hotel, staat de politie voor de deur. Ze horen dat Davy van een balkon is gevallen en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis is gebracht. Wanneer kregen jullie te horen dat er iets mis was? Nino zei, ja, er is iets gebeurd. Davy is gevallen. Ik zei, is het erg, Nien? Ja, ja, het is erg. Jullie moeten komen, zei hij. De familie pakt meteen de eerstvolgende vlucht naar Barcelona. En dan blijkt dat Davy niet van een balkon is gevallen, maar zwaar gewond is gevonden onderaan deze 4 meter hoge muur. De vrienden van Davy gaan dezelfde dag nog naar de plek, maar zien niets bijzonders. De muur ligt op een steenworp afstand van Club Bumpers, waar zijn vrienden hem voor het laatst hebben gezien. In het ziekenhuis worden Amy en haar moeder voor het eerst geconfronteerd met de harde werkelijkheid. Wat trof je aan in de kamer? Ja, hij lag daar in allemaal apparaten. Ja, zijn gezicht helemaal opgezwollen. Ik ga naar het eerste werk. Ja, ik stort in huilen uit natuurlijk. Of barst in huilen uit. Hm. Oh mijn god, die jongen, die is waar voor ze in zijn gezicht getrapt geslagen. Op basis van wat je zag en de verwondingen aan zijn gezicht? Ja, ja, ja. Ogen helemaal dicht en hechtingen. Nee, dat kan niet van een val, want er zit het niet zo diep hier. Je moet echt in die ogen, op die ogen ingeramd zijn. Ja, we stonden daar en we dachten, en nu? We wisten nog niks. Hij was echt buiten bewustzijn, je kon niet meer met hem communiceren? Nee, 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 dat is ook nooit gebeurd. De verpleegster zei wel dat hij het goed deed de hele tijd. En hij probeert wakker te worden, zeiden ze tegen ons. Maar helaas lukt dat Davy niet meer. Het hersenletsel dat hij heeft opgelopen is te groot en hij is niet meer te redden. De familie moet afscheid nemen. Ja, je snapt er helemaal niks meer van dan. Dus je wil heel boos worden op zo'n arts ook. Hm. Of op die mensen. Het eerste uur voelde ik helemaal niks. Ik kon niks zeggen, niks doen. Ik kon niet eens huilen, ik kon helemaal niks. En na dat uur hebben we alleen maar gehuild. Anita en Amy vliegen terug naar Nederland.
Ze maken zich op voor de crematie en een waardig afscheid als ze te horen krijgen dat de Spaanse politie het onderzoek sluit. Er zou geen sprake zijn van een misdrijf. Maar de familie gelooft dat niet en schakelt patholoog Frank van de Goot in. Die onderzoekt het lichaam van Davy en komt met een hele andere conclusie. Volgens hem past het letsel dat Davy heeft opgelopen niet bij een enkelvoudige val. Het is veel aannemelijker dat Davy als gevolg van herhaaldelijk slaan, stompen of schoppen om het leven is gekomen. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, nou, dat is heel moeilijk, ja. Wat dacht ik? Ik kon eigenlijk niet eens meer normaal denken. Ik zag alleen maar dit voor me. En schoppen in zich, weet je, gewoon beelden, alleen maar slaan en schoppen. En dat krijg je niet uit je hoofd vandaan. Nee. En het doet pijn, hè, van binnen bij mij. Ach, jeetje. Om je kind, was hij bang? Heeft hij veel pijn gehad? Of was de eerste klap meteen raak? Of... Ja. De conclusies van Van de Goot zorgen ervoor dat het onderzoek in Spanje een nieuwe impuls krijgt. 2 maanden na het overlijden van Davy wordt er dan toch een strafrechtelijk onderzoek gestart. John stuurt zijn tolk en jurist Jaime naar Lloret om contact te leggen met de politie. Ook wil hij weten hoe het zit met de beelden van de bewakingscamera's die bij bumpers en bij de muur hangen. Heeft de politie deze beelden wel veiliggesteld? In het politiedossier staat dat Davy die nacht inderdaad mogelijk betrokken is geraakt bij een vechtpartij. Een Nederlander die getuige is geweest van het gevecht heeft hierover een verklaring afgelegd. De jongen wil zijn verhaal vertellen aan John. Anoniem. Hoe zag jij Davy voor de eerste keer? Waar zag je hem? Recht tegenover bumpers, op zo'n soort klein pleintje, daar was ik aan het wachten. En toen kwam Davy daar naar buiten lopen met 3 dames. Mm-hmm. En hij was een beetje aan het aandringen bij hen. De getuige ziet dat Davy dronken is en dat de meiden niet zitten te wachten op zijn aandacht. Die begon te schreeuwen van niet aan me zitten en ook niet aan mijn vriendin, je moet gewoon opdonderen. En ze kreeg ook zeg maar, de volledige aandacht van iedereen op het hele plein, die kon het allemaal zien. Inclusief een bewaker van bumpers. Nou, die ging vervolgens ook tegen Davy tekeer, zo van ja, je moet niet aan die meiden zitten en stop met ze lastigvallen en dit dat. En Davy die zei toen van maar ik doe toch helemaal niks en... Die bewaker die was gewoon helemaal klaar mee. En die geeft Davy gewoon echt een keiharde bitchclap. Gewoon zo'n platte hand. Ja. Vol tegen zijn rechterwang aan. Davy schrikt volgens de getuigen van de klap en deinst achteruit. Kort daarna ontstaat er een grimmige sfeer. Ja, je zag dat sommige jongens echt uit waren op vechten. Die echt zeg maar, helemaal opgehyped. Allemaal adrenaline hadden gekregen van die klap van die bewaker en van... dat geschreeuw van dat meisje. Het was allemaal een beetje... Opgefokt. De getuige maakt kort na dit incident een video waarop de bewakers van bumpers te zien zijn die ingrijpen. Davy zelf staat niet op deze video. Een echt gevecht blijft uit, maar als de beveiligers weg zijn, gaat het helemaal los en komt ook Davy weer tevoorschijn. Toen is dus ergens, toen dat allemaal gebeurde, is Davy terugkomen lopen. Die is in de mix geraakt in dat gevecht. En werd op een gegeven moment vol onderuit getrapt bij zijn enkels. Zijn benen werden eigenlijk onder zijn lichaam weggemaaid met een schop. En hij lag nog geen 2 seconden of je zag iemand van achteraan het gevecht... met een aanloop gewoon inrennen om iemand gewoon te slaan of te trappen of wat dan ook. Gewoon iemand pijn te doen. Mm-hmm. En hij kon de aanloop alsof hij gewoon een of andere vrije trap of penalty wou nemen met voetballen. En de bal was dan Davy's hoofd in dit geval. En iedereen die op dat plein... het gevecht aan het bekijken was. Ik dacht van, die gaat niet meer opstaan. Die blijft gewoon daar liggen. Het is gewoon afgelopen, ja. Straks. Estábamos hablando con todos mis compañeros, estábamos riendo y pues a las 5:30 más o menos llegó un chico normal, como todo el mundo que estaba caminando por aquí, normal, no había nada, no había gritos ni nada. De allí. De 21-jarige Davy de Koster werd afgelopen zomer na een avond stappen in Lloret de Mar dodelijk gewond onderaan een 4 meter hoge muur gevonden. Volgens de politie was het een ongeluk. Maar John heeft net van een anonieme getuige gehoord dat Davy vlak voor zijn overlijden
nog een doodschop van iemand heeft gekregen. En de trap werd gegeven met de wreef van de schoen. Dus Davy's hoofd die hing iets zeg maar, van de grond af, omdat hij alweer bezig was met opstaan. En toen werd hij gewoon omhoog getrapt, zijn hoofd. Je kon ook de schop wel horen. Er werd wel iets van bot of achtig iets werd wel geraakt, zeg maar. Uit jouw relaas blijkt eigenlijk dat je er vrij dicht bovenop hebt gestaan. Kun jij een hele goede beschrijving geven van degene die nu uiteindelijk die doodschop gaf aan Davy? Ja, ik kan me diegene nog redelijk goed herinneren. Het was redelijk donker gekleed, zwarte schoenen, een beetje grijsachtige broek en een zwart shirt met een page erop van iets. Na de schop staat Davy toch weer op en verdwijnt in een van de stegen. Het verhaal van de anonieme getuige past precies in de bevindingen van de patholoog. Hij concludeerde eerder al dat het letsel van Davy eerder past bij slaan of schoppen dan bij een simpele val van een muur. De schop tegen Davy's hoofd staat niet op zich. Helaas is het één van de uitwassen bij uitgangsgeweld. Op internet duiken regelmatig foto's en video's op van kopschoppers die actief zijn. Ondertussen duikt er een tweede video op van die avond. Op de beelden is te zien dat een groep jongens met elkaar op de vuist gaat. De vechtpartij is op hetzelfde plein en volgens de anonieme bron gemaakt rond 16:45, kort voor de kopschop die aan Davy zou zijn uitgedeeld. Op de achtergrond zie je in dit filmpje ook Davy zelf naast iemand anders bij een gevel staan. Wellicht is de kopschopper ook bij dit gevecht betrokken. De volgende ochtend reist John met Anita en Amy af naar Spanje. Uit het politiedossier blijkt dat in totaal 5 personen Davy die nacht nog hebben gezien bij de muur. Jaime probeert met een van hen een afspraak te krijgen. Van de politie heeft hij vernomen dat de beelden van de bewakingscamera's die overal in het centrum van Joret hangen, helaas allemaal gewist zijn. Dus daar zullen ze geen aanknopingspunten meer kunnen vinden. Op de luchthaven in Barcelona staat Jaime de familie al op te wachten. Voor het eerst zijn Amy en Anita terug op de plek des onheils. Hoe voelde je vanochtend toen je zeg maar hier naartoe ging? Was je... Ben je dan opgelucht of spookt van alles door je hoofd? Ah, sowieso, ja. Spookt van alles door me heen. Ja. Ja, je weet gewoon niet hoe je op dingen gaat reageren, vooral. Ja, heel dubbel of zo om hier te zijn. Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk vooral dat we gaan vaststellen dat er sprake is van een misdrijf. Ja. Maar dat moet natuurlijk ook nog wel gewoon hier bij de politie in Spanje echt duidelijk worden. Ja. En dat ze dan ook gewoon hun verantwoording nemen en onderzoeken gaan doen. John heeft hen nog niet bijgepraat over zijn gesprek met de anonieme getuigen. Na aankomst gaan ze samen naar het plein midden in de stad, waar de vechtpartij heeft plaatsgevonden, waarbij Davy de misschien wel fatale schop tegen zijn hoofd heeft gekregen. We hebben een belangrijke getuige gesproken. Die is eigenlijk zeer gedetailleerd verklaard wat er die bewuste nacht zich hier op dat plein heeft afgespeeld. Dat komt er eigenlijk kort gezegd op neer. Dat Davy hier tegen sluitingstijd naar buiten is gegaan. Met zijn vrienden, maar ook met 3 meisjes. Kennelijk vonden die meisjes dat toch vervelend. Dus een van die meisjes is hier naar binnen gegaan om een portier erbij te halen. De waker die was gewoon helemaal klaar mee en die geeft Davy gewoon echt een keiharde bitchclap. Nou, daar schrok Davy natuurlijk van. En uiteindelijk, die portiers hebben die zich teruggetrokken. Ja. En op dat moment vliegt hier de vlam in de pan. En gaan 2 groepen, onder wie de vrienden van Nino en Davy en een andere groep, die krijgen eigenlijk een beetje ruzie met elkaar. Ja. Er ontstaat een dreigende sfeer. Er wordt over en weer wordt er gescholden worden er opmerkingen gemaakt. En dan verklaart die getuige eigenlijk iets, ja, toch wel iets heel heftigs. Davy is niet een van de ruziezoekers, maar dat Davy belaagd wordt door een knaap uit die groep.
En dat hij eigenlijk vanuit het niets wordt aangevallen. Na de aanloop was Sofie gewoon een van de vrije trap of penalty wil nemen met voetballen. En de bal was dan Davies' hoofd in dit geval. Heftig. Ja. Ja, ik heb het nog niet eerder zo op deze manier gehoord. Ik weet niet of Nino daar zelf iets over heeft gezegd tegen jullie. Ja, tegenover hij zei inderdaad dat het dan een agressieve avond was tussen twee groepen. Ja. Alleen ja. Weet je niet echt alles meer. Ja. Wat vinden jullie van dit scenario? Jij hebt er eigenlijk op de bank, toen ik bij jou thuis was, eigenlijk al iets over gezegd, hè? Ja, dat zie ik gewoon dagelijks voor me, dat hij gewoon in elkaar gepompt wordt. Ja. En dat blijkt nu dus ook wel. En wist hij diegene die die trap dan gegeven zou hebben, wist hij die ook te omschrijven? Ja, niet heel gedetailleerd, maar daar gaan we natuurlijk wel verder mee. Want ja. Dat is wel iemand die een hele cruciale rol speelt natuurlijk, ja, in het hele verhaal. Ja. Terwijl de familie even kan bijkomen in het hotel, hoort Gaime dat een van de getuigen werkzaam is in de discotheek Sint-Trop. Als de avond is gevallen, duikt Gaime samen met een ander teamlid van John het nachtleven in, op weg naar de club. Die ligt vlak bij de muur, waar Davy is gevonden. In de club is het al een drukte van je welste. Gaime doet navraag bij de bar. Het meisje weet meteen om wie het gaat. De jongen genaamd Mark zou in Juret wonen en de dame heeft ook zijn gegevens. De volgende dag hebben Amy en Anita nauwelijks geslapen. Ze vinden het maar moeilijk te beseffen dat Davy misschien is doodgeschopt en willen het verhaal van de getuigen graag zelf horen. Hij geeft gewoon echt een verschrikkelijke rot dan. Keihard tegen deze hoofd dan. Wat vind je daarvan? Ja, heel erg. Ja. Maar het is naar om het zo te horen, hè? Ja, naar. Maar ja, jij dacht dat het niet daardoor kwam, met al die verwondingen, toch? Ja, ik weet niet hoe je moet denken. Of je het moet geloven, ja of nee. Het speelt natuurlijk ook mee dat er meer mensen waren daar. Zoals een hele groep vrienden van D. Die dat dan allemaal niet gezien hebben. Dat blijf ik gewoon heel vaag vinden. Mm-hmm. En dat is wat een beetje twijfels oproept ja. Bij mij. Ja. Gaime heeft een afspraak weten te maken met getuige Mark en gaat op weg om hem te ontmoeten. De familie wil graag met John naar de plek waar Davy is gevonden. Samen met hen gaat John terug naar het plein bij Bumpers, waar Davy voor het laatst gezien is, voordat hij bij de muur aankwam. We weten dus niet zeker of hij deze route heeft gelopen. Dat is onduidelijk. Maar of dat hij misschien hier naartoe wilde lopen om te kijken of hier taxis stonden. Vanaf hier kan hij verschillende routes genomen hebben door de steegjes van de binnenstad. Maar de muur ligt wel op de route van het plein naar het hotel waar Davy met zijn vrienden verbleef. Moet hier naar rechts. En volgens mij zijn we er dan bijna. Wat zou er nou precies gebeurd zijn in de vroege ochtend na Davy's vertrek van het plein? Dit is de weg die naar de muur leidt. Hier aan de overkant bij de trap heeft getuige Mark gestaan. Heeft hij Davy nog gezien bij de muur, waar hij even later onderaan wordt gevonden? Er zijn nog altijd veel vraagtekens. Is dit de plek? Is hij hier vermoedelijk gaan zitten, maar dat weten we niet precies hoe het gegaan is. Is hij hier naar beneden gevallen? Ik kan me niet voorstellen dat hij hier op gaat zitten. Nee, ik persoonlijk ook niet. Het is om te zitten wel een levensgevaarlijk muurtje. Ik kan me er gewoon niks bij voorstellen dat hij hier opkruipt. Maar het muurtje is ook weer te hoog om er zo overheen te vallen. Ja, daar was ik dus heel benieuwd naar hoe hoog dat muurtje zou zijn. Maar die is inderdaad best wel hoog. Maar het is wel in ieder geval een hoogte waar je een doodsklop ja, kan maken. Ja, een doodsklop maken.
Even verderop wacht Jaime op de getuige Mark. Hij hoopt dat hij de familie meer kan vertellen. Hola. Encantado. Mark reageert echter terughoudend en kijkt de kat uit de boom. Porque claro, yo esto no lo he vivido nunca, porque claro, yo no sé ni cómo has podido contactar conmigo ni nada. Maar uiteindelijk weet Jaime de jongen te overtuigen om zijn verhaal te doen. Hij bevestigt Debi gezien te hebben bij de muur en stemt in met een afspraak met de familie de volgende dag op de plek waar het gebeurd is. Yo le puedo enseñar, no tengo ningún problema. Si yo puedo ayudar, mejor ahora. Als je van deze kant kijkt, dan zie je ook niet hoe diep het is. Nee. Toch, als je hier zo aankomt lopen? Zeker niet, als je al duizelig of zo bent. Hier, je komt hier aanlopen en je bent duizelig. Nou, je bent blij dat je een muurtje ziet en dan ga je hier zitten. Dan ga je hier gewoon zitten. Ja, en dan zie je die diepte ook niet. Het is hier donker. Dus en het is donker. Ja. En word je dan duizelig dat je echt achterover valt? Of krijg je misschien nog een duwtje, dat kan nog? En dan lig je, ja. Nou, dan lig je. Je bent zo instabiel als wat. Het bezoek aan de muur en de plek waar Davy de dood in de ogen keek, valt de familie zwaar. Amy en Anita nemen de tijd om tot rust te komen op het strand, waar Davy zo kort geleden nog heerlijk genoot. De volgende dag hebben ze eerst een afspraak op het politiebureau met het team dat de zaak van Davy onderzoekt. Deze zogeheten moordbrigade heeft echter als voorwaarde gesteld dat er geen camera's bij het gesprek aanwezig zijn. Nou, het was een lang gesprek. We zijn ruim 2 uur binnen geweest. Ja. 2 politiemensen die eigenlijk nauw betrokken zijn bij het onderzoek. 1 onderzoeksleider en 1 rechercheur. Het is niet zomaar een rechercheafdeling, het is echt een onderzoeksteam. Ja. Wat nagaat of er een levensdelict is gepleegd. Wat vinden jullie van het gesprek? Ja, er is toch wel iets meer opheldering gekomen. Mm-hmm. Ja, je hebt gewoon nu meer het idee dat ze hier gewoon wel echt bezig zijn met het gesprek. Ja. En dat had ik hiervoor veel minder. Jullie hadden het idee van nou, het wordt heel makkelijk afgedaan als een gevalletje. Ja. Ongeluk, dossier op de plank en weg. Ja. Ja, klopt. En dat blijkt toch wel in ieder geval iets genuanceerder te liggen. Ja. Het is allemaal wat geloofwaardiger nu. Ja. Wat ze zeggen is, ja, we weten dat daar gevechten zijn geweest. Maar wie daar nou precies welke rol in heeft gespeeld, dat is op dit moment nog steeds onduidelijk. Maar daar zijn ze nog steeds mee bezig. Ja. En ze waren heel erg blij met het filmpje, dat vind ik dan wel weer heel apart. Ja. Wat ze dus nog kennelijk niet hebben, nee, van wat zich daar voor de deur heeft afgespeeld. Dat telefoonfilmpje. Ja. Dus wat ik eigenlijk wil doen, is zodra we in Nederland zijn, dat ook in overleg ook met de Nederlandse politie. Maar zij hebben daar in ieder geval toestemming voor gegeven. Sterker nog, ze zeggen we willen dat heel graag om dat filmpje te laten zien op tv. In de hoop dat mensen die op dat filmpje te zien zijn en die nog niet met de politie hebben gesproken, zich alsnog melden. Ja. Smiddags gaan ze voor de 2e maal richting de muur waar Davy is gevonden. Het wordt wat later omdat Mark een ongeluk heeft gehad. Maar hij komt toch, samen met zijn moeder. Voor Anita en Amy is dit een bijzonder moment. Mark is degene die Davy voor het laatst in leven heeft gezien. Misschien kan Mark beginnen met te vertellen waar hij precies stond en wat er gebeurde toen die bewuste avond. Ja, personalmente salía de Santrop, yo trabajo en esta calle, en la discoteca, y a las 5 más o menos cuando cierra la discoteca, nos subimos por aquí y nos ponemos en las escaleras esas a fumarnos un cigarro antes de irnos a casa. Y estábamos hablando con todos mis compañeros, estábamos riendo y pues a las 5:30 más o menos llegó un chico normal, como todo el mundo que estaba caminando por aquí, normal, no había nada, no había gritos, de allí. Y bueno, pues estábamos riendo y de repente pues un chico se subió aquí y estaba sentado normal, pero pasó un segundo o 2 segundos que se dio la vuelta y se dejó caer. Maar hij zat dus eerst met zijn benen aan deze kant, zo.
En toen vervolgens draaide hij zijn benen aan de andere kant. In plan, hij puso las dos piernas. Hij puso las dos piernas. En luego se giró. Y se dejó caer. Maar liet hij zich aan zijn handen vallen? Dus zat hij zeg maar zo en pakte hij zich met zijn handen en sprong hij zo rechtstandig naar beneden? Mark omschrijft het alsof Davy bewust is gesprongen. Y claro, yo pensaba que el chico tal vez se pensaría que era de 2 metros y no se iba a hacer daño, pero era más alto y se pudo caer de lado. Mark rent daarna meteen naar Davy toe. Yo bajé, un amigo mío intentó levantarlo, pero era peso muerto y ya no se podía levantar. Entonces yo en el suelo, yo no me atrevo a tocarlo. Yo en el suelo hice así para ver si escuchaba, pero no reaccionaba. Entonces me fui corriendo hacia el Burger King. ¿Zat hij hier al enige tijd of gebeurde het vrijwel direct? Sentado ahí. Aquí, 2 segundos. 2 segundos. Snel dus. Entonces fue muy rápido. Sí, sí. Por eso decimos no, si no... Straks. Goeiedag. Goed dat jullie gekomen zijn in ieder geval. Wat er ook op dat filmpje staat, is er ook allemaal gebeurd. Maar er is iemand die een enorme schop tegen Davy zijn hoofd heeft gegeven. In Spanje hoort John samen met Anita en Amy van getuige Mark dat hij Davy niet heeft zien vallen van de muur, maar heeft zien springen. Zat hij zeg maar zo en pakte hij zich met zijn handen en sprong hij zo rechtstandig naar beneden? Ja, voor Amy en Anita is de nieuwe informatie van Mark over wat er precies gebeurd is moeilijk te verwerken. De moeder van Mark wil graag nog iets zeggen tegen Anita, van moeder tot moeder. Yo como madre, cuando mi hijo se va de vacaciones, siempre pienso en cosas de estas y dan mucho miedo. Pero hay que dejarlos volar. Ja. Leugens uitslaan, ja. Pero hay veces que es difícil. De ontmoeting met Mark en zijn moeder heeft veel indruk gemaakt op Amy en Anita. Vooral ook omdat ze nu weten dat Davy dus niet van de muur geduwd is door iemand. Ik ben heel blij dat we een gesprek met hun hebben mogen voeren. Ik ook. Ja. Want dan hoor je het gewoon zelf en niet via een ander. Ja. En dan zie je ook echt wel dat hij geloofwaardig overkomt. Voor Anita wordt het allemaal even te veel. Als afsluiting wil Anita graag haar zoon herdenken op de plek waar hij is gevonden. Terug in Nederland houdt John zich aan zijn belofte. Bij RTL Boulevard doet hij op verzoek van de Spaanse politie een oproep. Ja, we hopen echt dat dit nog iets gaat opleveren. Dat we op die manier dan toch die zaak uiteindelijk nog... dat er gerechtigheid gaat ontstaan. Na de oproep van John melden zich diverse tipgevers die drie van de vechtende jongens in het filmpje herkennen. De anonieme getuige vermoedt dat deze jongens ook betrokken waren bij de mishandeling van Davy. Via sociale media komt John achter contactgegevens van de jongens. Ze gaan akkoord met een afspraak. Uiteindelijk laat een van de drie op het laatste moment verstek gaan. Gelukkig komen de twee andere jongens hun afspraak wel na. Goeiedag. Goed dat jullie gekomen zijn in ieder geval. Zeker. Anders was ik gewoon naar jullie huis gekomen. Kun je eens uitleggen als we gewoon vanaf het begin beginnen... hoe die avond dan is verlopen vanaf het moment dat die confrontatie daar is ontstaan.
ja, het begon de avond gewoon, we waren gewoon aan het feesten. En ging toen naar buiten. En een vriend van ons, wat is hij met drie jongens in Brabant. Ja, dat was op dat plein. Ja, dat was op dat plein. Ja. Dus daarvoor. Wat er ook op dat filmpje staat, is er ook allemaal gebeurd. Er is niks anders gebeurd wat er niet op dat filmpje staat. En wij zijn ook, als je, ja, dat zit hier wel lang geleden, maar 5 minuten later waren we ook in het hotel. Maar er is iemand die een enorme schop tegen Davy's hoofd heeft gegeven. Dat weten we niet, want wij waren gewoon op dat moment waren wij er niet bij. We waren van de club zelf. Die was gewoon heel boos geworden. Hij zei, ik ga nu de politie halen in het Engels. En hij zei, jullie nu oprotten en anders gaan jullie nu de bak in. Nou, en wij, ik persoonlijk, ik hou er niet van als ik word opgepakt in het buitenland. Natuurlijk niet. En de Spaanse politie is ook niet even aardig. Dus ik dacht, ik ga gewoon met hem naar het hotel toe. Maar goed, jullie zouden hier eigenlijk met z'n drieën komen. En die jongen die nu heeft afgebeld, die is door getuigen. Ik persoonlijk. En voor de rest, ik ga niks over anderen zeggen. Iedereen is oud en wijs genoeg om zijn eigen woorden te doen en zichzelf te verdedigen als het dood is. Maar ik zeg gewoon van mijn verhaal aan mijn kant en wat mijn belevenis is van het verhaal. Maar waarom is hij er nu niet bij? Ik heb geen idee. Ik moet niet van mij. Maar ja, moet je echt zelf uitzoeken. Sorry. Wat zouden jullie tegen de nabestaanden willen zeggen? Ik hoop dat er duidelijk antwoord komen. Dat het gewoon duidelijk wordt. Maar realiseer je dan ook nog weer eens waar uitgaansgeweld toe kan leiden? Ja, sowieso natuurlijk. Sowieso zie ik de erf van de zaak ook zeker in. Nou, we gaan in ieder geval alle onderzoeksgegevens en alle onderzoeksbevindingen gaan wij overdragen aan de politie. Jullie verklaringen zullen daarin worden meegenomen en zullen worden onderzocht. John heeft inmiddels contact gelegd met de Nederlandse politie, die ook al is benaderd door de Spaanse politie om in Nederland getuigen te verhoren. Samen met vrienden heeft de familie Davy herdacht en een collecte gehouden om aan alle juridische kosten te kunnen blijven voldoen. Amy en Anita zijn heel blij dat de Spaanse en Nederlandse autoriteiten nu actief samenwerken om de waarheid over de dood van Davy te achterhalen en de eventuele schuldigen op te sporen en te straffen.